Yo gasten, goed jammer kijk naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Tony Kok en we gaan vandaag weer de FUT Champions Wicked League Rewards openmaken. Ik ben super benieuwd wat erin zit. Ik hoop op Dybala. Peace check zou op zich ook wel chill zijn. Dan verkoop ik mijn Alaba en dan zet ik peace check op de rechtsback natuurlijk. Lijkt me ook wel fucking dik en haal ik van linkerkant Marcelo. Dus misschien hoop op die. En anders natuurlijk Isco the Beast. Of misschien nog zo'n mooi rood-oranje kaartje. Ik weet niet wat het is, oranje volgens mij. Ik ben een beetje kleurenblind, maar maakt niet uit. In ieder geval, we gaan gewoon kijken wat we hebben. Ik ben super nieuwsgierig en hopelijk op wat lekkers. Gewoon hopen op wat lekkers. Ik heb aardig wat coins nodig, zoals je ziet. Ik heb nog maar 33k over. Ik ben momenteel vierde van de wereld. Of van de wereld, ja, wekelijks geëindigd. Dus dat is een super goede prestatie. 40-0 ging ik echt super blij mee nog steeds. Dus ja, het is gewoon een geweldige prestatie. En ik hoop dat ik het eigenlijk de aankomende week kan doorzetten. Zoals je ziet, 200.000 FIFA munten. 4 Jumbo Zeldzame Spelerspakket en 1 Ultimate Team van de Week pakket. We gaan ze allemaal openmaken. We gaan gewoon zien wat eruit gaat komen. In ieder geval, ik ben blij met die 200k munten zoals je ziet. Ja, dat scheelt gewoon heel veel. Ik heb super weinig munten had ik. En nu heb ik tenminste iets om op verder te bouwen. Dus dat is wel super chill. Oké, hopen op wat leuks. Hopelijk op meteen een bal gaat. Zal ik super vet zijn. Wat zou het zijn als het eigenlijk 5 balgaard zouden worden? Hoe dik zou het zijn? Ik denk dat er nog niemand ooit is gebeurd. Maar ja, eentje moet de eerste zijn. Dus let's go man, let's go. Oh, ik dacht even meteen een walkout man, holy shit. Het is wel een aardige flap, 2 aardige flash. Niet heel verkeerd, het is Azpilicueta. Ja, Azpilicueta, als ik het goed uitspreek. Verder Castro, Kaka. En Tep, ja, voor de rest is het niet heel best. Kuka. Smalling, dat verkoop wel. Kijken wat voor, even meteen Smalling erop gezet. Voor wat gaat Smalling ongeveer, 17. Ja, laat ik hem gewoon zoiets listen. 17, toch wel 15k. Zoiets zal hij wel gaan. 17, 16, 57. Ja, iets in die richting zal hij wel gaan. De Bale ook meteen even erop zetten. Ja, Smalling is gewoon een goed pakketje. Als je Smalling packt of Kante of iets erin zit, dan heb je gewoon een goed pakketje. De rest, ja, die ga ik gewoon in mijn club dumpen. Misschien voor de SBC is altijd leuk. En Azpilicueta, die kan ik misschien nog wel voor iets verkopen trouwens. Azpilicueta gaat wel voor iets. Laten we zeggen 4k. Ik ga hem gewoon erop zetten en ik zie wel wat ik van krijg. De rest gaan allemaal lekker naar mijn clubpie. En dan misschien voor leuke SBC's of wat dan ook. Ja, altijd leuk. Op naar pack nummer 2. Let's go! Weer geen walkout. Ik wil gewoon even een walkout. Wel een blauwe! Welke blauwe wordt het? Het is een... Hou het is. Ja, prima stats. Alleen hij is niet heel snel. Ik weet niet dat hij voor heel veel gaat, maar... Toch wel een prima kaartje. Felipe Luis erbij. Holy shit. Voor de rest is dit niet heel... Lekker wat ik nu nog in één keer op het oog zie. Ah, toch 30k. Ik ga nog heel eventjes bewaren. Kijken misschien dat ik er nog iets mee kan. Felipe Luis, die gaat altijd wel voor iets. Oh, 15k voor Felipe, man. Laat ik hem gewoon voor 16 posten. En dan zien we het allemaal wel. Dus Gustavo zal hiervoor. Ja, de rest zal ik wel even allemaal naar mijn club sturen. Ga ik straks even allemaal kijken, weet je wel, wat ik misschien kwijt kan eraf. Flyny. Voor de rest is het niet heel veel. Allemaal naar clubpie. En dan gaan we op naar pack. Nummer 2, een leuke foto trouwens van Lorette. Maar op naar pack nummer 3, let's go boys! Weer geen walkout. Waar zijn de walkout jongens? Waar zijn de fucking walkouts? Ik wil gewoon een walkout pakken. Het is echt te lang geleden dat ik een walkout heb gepakt man. Dat is echt een beetje jammer. Slimani, Benatia. Nou, prima packje in principe. Niet heel veel K wat erin zit. Elia, altijd leuk. Pedro, ja, het is niet echt wat je zegt van dit is geweldig. Nee, ik vind het een beetje een matig pakje. Ik ben een beetje teleurgesteld in het pakje eigenlijk. De rest ga ik gewoon in één keer wegdoen. Doet me helemaal niks. Al is die Pedro 5k waard. Doet me helemaal niks. Op naar pack nummer 4. En hopelijk nu wel een walkout. We gaan het gewoon doen. Let's go. Weer niet. Waar zijn de walkouts jongens? Waar zijn de walkouts? Zijn de walkouts op? Volgens mij zijn de walkouts gewoon op. Dit is Banega. Banega gaat ook niet echt voor iets. Ik kan goed gebruiken met SBC. Costa gaat nog wel voor iets. Kijken toch wel. Ja, oh, zeker dit weekend trouwens. Ik ga gewoon erop zetten en gaan we kijken voor wat hij gaat. Komt goed. En de rest ga ik denk ik gewoon weer allemaal mijn clubs sturen voor SBC's en Lapadula. Lapadula. Leuke naam. Oké, de rest gaat allemaal naar mijn club. Oké. En Quicksell. Oké, jongens, de belangrijkste pack waar het allemaal voor doet, de 40-0. Als ik hier niet iets goeds uitpack daardoor, dan ben ik wel best wel een beetje, ja, ben ik best wel een beetje verdrietig. Dan ga ik er best wel een beetje wakker van liggen. En dan win je 40 wedstrijden, dan eindig je vierde van de wereld en dan heb je gewoon een shit pack. Weet je wel, dat zou gewoon echt super jammer zijn.
Maar in ieder geval, ik ga hem openmaken. Ga gewoon doen. Let's fucking go! Ja! Het is een walkout! Welke is het? Come on! Ga je met die ballen! Lekker! Let's go! Eerst die ballen toe. Ja, let's go! Man. Holy shit! En terecht! Vierde van de wereld en dan pak je gewoon fucking die ballen af. Hoeveel gaat hij? Let's go! Even kijken, hoeveel gaat hij? Oh mijn god, 930k! Oh mijn god, let's go man! Holy shit! Die ga ik misschien zelf nog wel gebruiken, ziet er echt ziek uit. Voor de rest is het echt helemaal niks. Maar it doesn't matter. Holy shit, ik heb fucking die ballen! Let's go! Holy shit man! Holy shit! Daar ben ik echt wel heel blij mee. Brooks die heeft een beetje een pokerface. Doesn't matter. Oh mijn god, ik heb gewoon fucking Dybala, let's go. Oh, wat lekker zeg, wat een heerlijke. Oh, wat een heerlijke pack. Oh mijn god. Nou mocht ook wel, want die andere vier die had ik eigenlijk gewoon niks in zitten. Buiten spanning om zat er gewoon eigenlijk helemaal niks in. Oh, ik ben hier zo blij mee. Oh mijn god. Ik ga ze gewoon allemaal naar een club sturen. Ik ga rustig kijken van wat ga ik verkopen, wat ga ik houden. En oh mijn god. Laat in de reacties trouwens weten of jij die ballen zou houden. Ik denk dat ik hem nu ga verkopen sowieso. Om nog een goed team, nog een beter team te krijgen in ieder geval voor mijn Wicked League. En mijn Wicked League zal ik ook op Instagram posten en op Twitter posten wat mijn Wicked League team gaat worden. Dus vergeet me niet te volgen op Insta en Twitter. En dan gewoon Tony Kok.nl. En vergeet natuurlijk niet dat lekkere blauwe duimpje omhoog te doen. Oh mijn god, die ballen. Oh, we gaan nog eventjes kijken. First owner die ballen. Oh! Hij was zwakbeen met 3 sterren. Een skill move wel 4, dat is wel dik. Stel, hij had 5 zwakbeen, 5 skill move. Oh mijn god. Dat is echt een ziek. Nou, in ieder geval boys, hartstikke bedankt voor het kijken man. Dit was super tof. We hebben die ballen, we hebben gewoon de beste gepakt man. Holy shit. Niet normaal. Vergeet natuurlijk niet dat blauwe duimpje omhoog te doen. Subscribe natuurlijk nog even op de channel, gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het die ballen is. We gaan subscriben voor die blauwe laag, want de blauwe duimpjes voor die ballen. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Dus... Peace fucking out!